Goedemiddag iedereen, mijn naam is Conor Larenberg. Ik ga jullie vandaag de tutorial geven over de Eagle Vision strategie die dat wij vandaag en dag toepassen. Ik ga even beginnen met een stukje theorieachtergrond, wat dat wij juist doen of hoe dat wij het juist gaan aanpakken. Heel simpel, wij gaan eigenlijk voor een aantal patronen binnen de markt gaan zoeken. Het eerste patroon is eigenlijk heel simpel wanneer de markt op een hoogtepunt begint. Je gaat dalen, retracen, een nieuw laagtepunt gaat, een laagtepunt hakken en terug gaat stijgen. Wanneer we zogezegd twee fictieve lijnen zouden trekken tussen deze drie punten, gaan we eigenlijk in dit voorbeeld een eerste patroon zien en dat heet een bearish patroon. Wat weten we na een bearish patroon? Dat er eigenlijk altijd een sell order gaat komen. Hoeveel gaat die daling zijn? Dat gaat een daling zijn van tussen de 38% en de 62%. Dus eigenlijk ook in het voorbeeldje, ook dit stukje dat we winsten willen gaan nemen. Ja. Wat is ook mogelijk, is dat we de andere kant hebben, dat de markt op een laagtepunt gaat, op een laagtepunt gaat beginnen. Naar boven gaat gaan, de pullback gaat kennen, terug gaat gaan stijgen en dan terug gaat dalen. Wanneer we opnieuw twee fictieve lijnen zouden trekken tussen deze drie punten, gaan we een nieuw patroon zien en dit patroon wordt een bullish patroon genoemd. Wat weten we na een bullish patroon? Dat de markt eigenlijk gaat gaan stijgen of dat we een buy order gaan doen. Hoeveel gaat die stijging zijn? Opnieuw tussen de 38% en de 62% dat die stijging gaat zijn. Vanaf dit punt tellen we naar boven. Hoe kan je dat percentage gaan meten? Of hoe kan dat juist zijn van de eerste wave dat dit heeft gekend? Eigenlijk is dit hetgene waar dat wij onze winsten of onze trades op gaan plaatsen. Hoe gaan we dat nu simpelweg doen? Of hoe wordt dat genoemd? Dat is eigenlijk heel simpel, dat wordt een Elliott wave genoemd. Dus wanneer de markt op een lager punt kent, gaat stijgen, zijn de grootste pullback gaat kennen, zijn de grootste wave hierna gaat kennen, terug gaat pullbacken en terug gaat stijgen. Dit is het voorbeeldje in een bullish patroon, dat kan aan de andere kant natuurlijk ook zijn in een bearish patroon. Wat is hier de theoretische achtergrond hierachter? Dat is heel simpel, die ga ik u zo dadelijk meegeven. Ik kan er cijfertjes bij plakken, zodat je het kan zien. De pullback van 1 naar 2, dat gaat de grootste pullback zijn typerend aan de Elliott wave. Dat wordt ook wel een 5 wave genoemd. Een 7 wave kan ook voorvallen, maar dat is minder. Dat gaat een pullback zijn van maximum 61,80%. Wat is er nog typerend aan een Elliott wave? Is dat de afstand van 2 naar 3 de grootste wave gaat zijn die dat deze trend gaat kennen. Pullback van 3 naar 4. Dat gaat een pullback zijn van tussen de 38% en de 50%. Wat gaan we nu eigenlijk doen? Of wat gaan we nu eigenlijk zoeken? Is eigenlijk om winsten te gaan maken op deze grootste wave. En om winsten te gaan maken op deze wave. Ja. Deze afstand laten we meestal gerust, omdat die heel moeilijk is om die te gaan bepalen. Hoe gaat dit nu allemaal in de praktijk in zijn werk? Dat is eigenlijk heel simpel. De patronen, of het grote voordeel van ons platform waar wij gebruik van maken, is eigenlijk de IM Mastery Academy. Die heeft een ideale scanner. En die heet de Harmonic Scanner, zoals je hier kunt zien. Wat doet Harmonic Scanner? Die gaat eigenlijk die patronen voor jou gaan analyseren in de markt. Waardoor dat je eigenlijk heel veel tijd gaat gaan uitsparen om de markt niet te hoeven te analyseren, want het patroon of het scannergegeven gaat niet eigenlijk voor je doen. Zoals je hier ziet, zien we eigenlijk in dit voorbeeld zien we eigenlijk een bearish patroon. Wat weten we na een bearish patroon? Dat de markt eigenlijk in dit voorbeeld naar beneden gaat gaan. Wat doet Harmonic Scanner nog voor u? Die gaan eigenlijk een aantal take profit points voor u voorstellen. Maar het is wel belangrijk om te weten dat deze Harmonic Scanner, dat je hem niet blindelings mag gaan vertrouwen. Want is onze job nu eigenlijk simpel?
informatie ten eerste gaan zoeken of dat de markt hier al klaar is om te dalen, want het is ook perfect mogelijk dat de markt nog een stukje blijft stijgen en dat dat punt verschuift naar hier bijvoorbeeld. Dus dat moeten we als eerste gaan doen, confirmatie gaan zoeken van gaat de markt nu al beginnen dalen of gaat het nog een stukje beginnen stijgen. Hoe doen we dat nu? Hetgeen dat ik persoonlijk altijd doe is eerst en vooral mijn gazet, zoals ik het noem, ga lezen, Forex Factory, om eigenlijk te gaan kijken of dat er belangrijk nieuws gereleased gaat worden of is geweest. Zoals we hier zien om 12 uur is er nieuws gereleased geweest over de Amerikaanse dollar, dat je kunt gaan controleren. Maar er is nog een indicator die we gebruiken, dat is eigenlijk currency strength, die eigenlijk aangeeft hoe sterk welk muntenpaar op welk moment is. Zoals je hier bijvoorbeeld ziet, is een NZT momenteel heel sterk, de euro is sterk, de goud momenteel staat zwakker. De JPI staat ook wel wat zwakker. Lager kan je verder gaan kijken en zie je eigenlijk de indeling per chart. Op 5 minuten, 15 minuten of op uurchart. Je kan die ook gaan bekijken op medium termijn, waar je dan de 30 minuten chart ziet, de 4 uren chart en de daily chart. En hetzelfde verhaal op weekly chart. Ja. Nu, hoe gaan we dat dan juist gaan doen? Nu gaan we eigenlijk zoeken. We hebben het muntenpaar Euro-USD, waar we de eerste indicator hebben, de MACD, die eigenlijk aangeeft dat de markt in mijn ogen nog een stukje gaat gaan stijgen. De tweede confirmatie dat we hebben, zien we hier dat een euro momenteel veel sterker staat dan de Amerikaanse dollar. En dat gaat precies, zoals we het hier kunnen zien, nog wel een stukje zo zijn. Dan altijd op het uur staat de euro nog altijd sterker. Medium termijn. Even checken. Op de 4-uren kaart is die ook nog altijd sterker. Dus wat weten we nu eigenlijk? Dat dit punt, dat eerst hier gelokaliseerd is geweest, nog wel gaan stijgen. Wat zouden we nu eventueel kunnen doen? Eigenlijk in plaats van op die markt te gaan wachten, zouden we zeggen van kijk, we nemen hier een stukje trade mee. Bijvoorbeeld 30 pips in dit voorbeeld. Waarom? De redenering die ik heel vaak heb in traden is heel simpel. Liever vele kleintjes pakken dan ene grote trade net missen. Cool. Nu, laten we er eventjes van uitgaan om de tutorial verder uit te leggen dat de markt hier klaar zou zijn om toch te gaan dalen. En dat we eigenlijk een trade gaan nemen in een sell-order. Hoe doe ik dat juist? Dat is eigenlijk heel simpel. Dan ga ik eigenlijk in het verleden gaan kijken naar wat het de afstand van de totale wave eigenlijk was. Van deze wave bijvoorbeeld. Voilà. Als we deze zouden meenemen in dit voorbeeldje, zien we eigenlijk dat dit het barema is waar dat we tussen gaan blijven. Om het een klein beetje overzichtelijk te maken, kan je eigenlijk hier een horizontale lijn trekken om eigenlijk te gaan kijken. Wat doe ik nooit? Eigenlijk volledige wave te gaan zoeken of gaan nemen of gaan take profiten. Ik ben al meer dan gelukkig als dat twee keer daartussen zit. Wat doe ik als eerste? Is eigenlijk gaan kijken van oké, wat is een afstand naar het eerste punt dat we hier hebben. Hier zien we bijvoorbeeld 120 pips. Wat zou ik in mijn voorbeeld een mooie trade vinden, is dat we zeggen van kijk, de vorige supportzone die dat we hier hebben, neem ik in mijn voorbeeld als TP2. Wat doe ik dan ook? Dan ga ik eigenlijk kijken van oké, super, wat is nu eigenlijk juist de afstand voor mijn stoploss te gaan bepalen? In dit voorbeeld zien we hier van boven de supportzone. Ik ga er altijd een klein stukje boven. Ik rond het mooi propertjes af. In dit voorbeeld naar 40 pips. Wat doe ik dan minstens? Is bij mij altijd minstens een risk-reward van 1 op 2, waar we hier eigenlijk proper in zitten. Dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, TP1 zet ik bijvoorbeeld, in dit voorbeeld, op 40 pips. Dan hebben we 1 trade met een risk-reward 1 op 1 en 1 trade met een risk-reward 1 op 2. En dan is het eigenlijk heel simpel dat we hem kunnen gaan uittekenen. Euro out, of euro USD, sorry, in een sell order. In een sell order met ons entry point 1.08542. Take profit 1. Stel in dit voorbeeldje op 1.082. 6-3, dat zijn 40
pips. Logging 2 staat in dit voorbeeld op 21.07744. En dat staat op 90 pips. Stop los. Pips, voilà. Dan zet ik er ook al bij waarom de belangrijkste regel in trading is risk-reward en risk-management. 0,01 per 200 euro. Voilà. Voilà, zijn mensen. Dit was eigenlijk de tutorial over hoe ik zelf de Harmonic Scanner gebruik. Had je graag meer informatie geweten hoe dat je dit morgen zelf kan gaan leren? Of hoe dat je graag meer informatie zou weten? Hoe dat je er zelf aan kan gaan beginnen. In de beschrijving hieronder ga je de link vinden van onze Instagram-pagina, Eagle Vision Community. Als je daar klikt en ons volgt en een berichtje stuurt, kom je met mij in contact. En dan leg ik u met heel veel plezier uit hoe dat je hier morgen zelf mee kan gaan. Zelf mee van start kan gaan. Dankjewel en een fijne middag toegewenst.